hip hip hoera voor meneer de burgemeester. Hij is 10 jaar burgemeester, dus we schudden hem de hand. Hip 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 hoera voor meneer de burgemeester, voor de beste burgemeester van de land. Beste mensen, welkom bij een nieuwe Mindtopia video. En voor de verandering start ik de video eens als het gewoon nog dag is. De laatste video's zijn bijna allemaal al een beetje donker, omdat ik dan weer in de avond ga opnemen. Niet slim, maar het is nu weer een lekker vrolijke zonnige dag in Mindtopia. De kerstboom staat er weer fijn bij. Ik moet nog steeds het bouwbedrijf inschakelen voor die ijsbaan hier. Moet gewoon nog komen. Maar wat ook belangrijk is, is om even vandaag langs te gaan bij de nieuwe burgemeester van Sunnyvale. Het is wel verstandig. Ik bedoel, ik ben aangezet als wethouder. Is het wel verstandig dat we even een gesprek gaan houden van hoe alles eigenlijk gerund gaat worden. Een beetje ideeën bespreken en noem het maar op. Ik zie dat hier nog steeds het stembord helemaal vol staat met stem Vakenhof en een Rick zonder C. Die strijdt voor een communistisch regime. Oké. Tof, nou Mindtopia, dat gaat ook wat worden dan als het een communistisch regime hier wordt. Ik ga in ieder geval even langs bij Kevin en ik denk dat Kevin nog steeds verblijft in het huisje van Marnik. En dat is in de buurt van het F5 gebouw als het goed is. Ik zal even wat, steak of pork chop of zo meenemen. Is natuurlijk wel leuk om iets te eten, om eigenlijk een beetje met voedsel te proosten op de... Ik weet niet of het een overwinning is, maar dat hij burgemeester is. Oké, ik neem gewoon wat steak mee, wat pork chop. Dat is wel lekker om te gaan eten en het even gaan hebben. Ik ben wel heel benieuwd wat voor een burgemeester hij gaat worden. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe hij nadenkt over de stad. En of het een beetje hetzelfde wordt als in Mindtopia. Of dat het echt meer een paradijs wordt voor vakantiegangers. Ik ben heel erg benieuwd, want ik moet daar natuurlijk ook wel rekening mee gaan houden. Want anders word ik straks ontslagen als wethouder. Dat moet ik niet hebben. Hallo? Klop, klop. Kijk, hey! Daar heb je hem hoor. Kevin! Ja, zeker. Kom binnen. Wil je even praten over verschillende dingen? Ja, ik heb tijd. Tof. Ik zie dat je nog hier woont. Ja, het is een beetje de studentenkamer en ik slaap op een bank, een stenenbank. Ja, dus, ja je bent zo lekker gewoon gebleven. Ja, zeg dat wel. Precies. Heb je een beetje plannen om te gaan wonen in Sunnyvale in een gebouw? Ja, uiteraard. Ik wil natuurlijk wel gewoon in de stad wonen waar ik straks burgemeester van ben. Ja, inderdaad. Want hoe vind jij het hier gaan in Mindtopia? Nou, voor mij is het hier niet heel erg goed gegaan. Het gaat nu wel steeds beter. Ik heb nu ook weer gewoon wat op de bank staan en ik heb een slaapplek en het gaat allemaal goed. Tof. En ik heb natuurlijk dus van de mensen van Mindtopia de kans gekregen om nu burgemeester te worden. Dus eigenlijk ging het heel slecht, maar het gaat nu eigenlijk wel heel goed. Ja, inderdaad. Je hebt een beetje het hervat, zeg maar. Ja, ik heb het even mijn schouders eronder moeten zetten. Super tof. Ja, in Mindtopia de laatste tijd, Kevin, ik weet het niet, maar ik heb continu last van die rood versus blauw strijd. Het is echt... Ja, ik ben die straat daar gestart en sindsdien is er een rode straat gekomen en krijg ik steeds dreigbrieven en noem het maar op. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik wethouder ben geworden. Ja, want op het begin had ik zoiets van, wauw, je hebt best wel een straat die aanwezig is, zeg maar. Klopt, ja. En toch kies je ervoor om te verhuizen. Ja, nou ja, weet je wat het is? Als wethouder heb ik ook nagevraagd, heb je natuurlijk ook 2 paspoorten. Dus dat scheelt. Mm-hmm. Ik bedoel, ik kan hier alsnog blijven met die straat. Ja, ik weet niet. Ik zat ook te denken van, ja, moet ik die straat hier weg gaan doen? Alles gaan scrappen en dan vervolgens in Sunnyvale dat allemaal laten bouwen. Maar dan voelt dat ook wel weer als een nederlaag of zo. Ja. Ik snap het. Ik denk dat het ook wel gewoon fijn is als die straat daar nog steeds staat. En dat ik in Sunnyvale gewoon lekker soms even kan gaan werken. En dat mijn mind even op wat anders is. Ja, dat klinkt goed. Ja, sowieso is het denk ik belangrijk voor de economie hier en de mensen. Ja. Dat er aan deze kant van de stad ook gewoon een voetwinkel is. Precies, anders is het helemaal een verloren zaak hier. Maar hoe heb jij Sunnyvale voor ogen? Want ik vind het echt een hele toffe stad. Ik heb het natuurlijk al een beetje gezien. Ja, ik vind heel persoonlijk dat het er zelfs mooier uitziet dan in Mindtopia. Lekker dat eiland, dat strand, fantastische berg waar je op kunt gaan wonen. Hoe heb jij het in ogen hoe dat gaat worden, die stad? Ja, we hebben natuurlijk, we weten het nog niet zo heel lang. En we hebben natuurlijk nog een gesprek met alle mensen die zijn aangesteld over hoe we het allemaal gaan doen. Welke wetten er gaan komen en hoeveel alles gaat kosten. Daar heb ik ook niet zo zicht op. Daar moet de bank dan weer even naar kijken. Dus ik weet nog niet precies in detail. Het enige wat ik wel al weet is hoe ik het wil gaan aanpakken. En ik zou heel graag een soort van gemeenteraad creëren. In plaats van dat ik de burgemeester aan de top zou zijn, zeg maar. Dat ik wel de persoon ben die...
de beslissingen doorvoert. Dus de mensen blij moet maken of teleurstellen die aanvragen indienen of verzoeken hebben. Maar dat als er verzoeken zijn, dat we bijvoorbeeld één keer in zoveel tijd met de belangrijke mensen van de stad en misschien een aantal burgers die roleren iedere keer samenkomen om over dingen te beslissen. Ah, dat is wel dus een stuk democratischer, ja. Ja, best wel, ja. Oké, tof. Ja, dat is, ik vind het een goed idee. We moeten denk ik natuurlijk wel even de mensen screenen die in de raad gaan komen. Dus van de burgers. Of wil je echt ook gewoon zakkenrolletjes of zo erbij doen? Nee, we doen natuurlijk wel wat mensen die iets in te brengen hebben. Ja, van precies. De burgers dan in ieder geval. Maar ik denk dat de vaste raad toch wel de mensen moeten worden die dus nu in de bank gaan zitten. Jij, ik. Ja. De rechter is volgens mij al aangesteld. Ja, dat was Willem, als het goed is. Hè? Ja. Dus die wil ik er ook graag bij hebben. Ik denk dat die ook wel goed zicht kan geven over hoe het allemaal moet. Ja, en een rechter is ook natuurlijk een beetje intelligent. Dus dat kunnen we er sowieso bij gebruiken. Ja, zeker. Dus zo'n raad zou ik in ieder geval al heel erg chill vinden. Om inderdaad. Vanuit daar te gaan werken. Kijk, Gijs hoort het dan ook bij als bankdirecteur. Ja, dat is de bankdirecteur. Zo, die gaat wel veel geld in handen krijgen straks trouwens. Jezus, een bankdirecteur. Ja, trouwens, heb jij al wat gehoord van de F5? Want ze zitten hier natuurlijk overal meteen op. Heb je al wat gehoord over de F5? Of ze bij Sunnyvale willen gaan? Of? Ja, volgens mij hebben ze daar wel interesse in. Om in ieder geval te investeren ook in de nieuwe stad. Oké. Ik heb niet zozeer een idee over wat ze willen doen, wat voor bedrijven, wat voor panden, maar... Ja, ik hoop wel dat het persoonlijk niet al te veel macht daar krijgen, zodat we alsnog ons beleid kunnen doorvoeren. Alsnog, ja, dat het democratisch blijft, zeg maar. Ja, dat lijkt me ook. Ja, volgens mij is Gijs wel een beetje bevriend ook met... Ja, daarom. De F5 en... ik sta er vrij neutraal in. Ik heb sowieso nog niet heel veel contact gehad met jou, ook niet zozeer met hun, omdat ik toch wel een beetje de arme sloeber was. Dus ik heb vooral de burgers gesproken. Dus ik sta er vrij neutraal in. Nou, ik weet dat jij een beetje loodrecht tegenover Gijs zijn ideeën staat. Dus ja, ik denk dat wel iets moois kan worden, zeg maar. Misschien dat we gewoon iets nieuws kunnen opbouwen. Het ding is natuurlijk wel eens dat het allemaal verschillende persoonlijkheden zijn. Met allemaal verschillende visies over hoe het moet draaien in zo'n maatschappij. En ik denk dat dat ook wel een pluspunt kan zijn. Als je gewoon rond tafel zit met allemaal verschillende meningen. Dat je daar toch eigenlijk uiteindelijk met z'n allen een beter alternatief kunnen vinden altijd. Waar iedereen het een beetje mee eens is. We zullen het nooit allemaal met elkaar eens zijn. Maar wie weet kom je wel op een punt waar jij ineens de mening deelt samen met F5, zeg maar. Met de rode kant. Dan eet ik mijn schoenen op, maar... Het zou kunnen inderdaad. En ik zat trouwens te denken, zijn er regels waar jij echt van denkt van dit moet Sunnyvale hebben en wat Mindtopia niet heeft? Want ik zat wel aan iets te denken. Nou, we moeten sowieso gaan nadenken wat zijn de basisdingen. Dus sowieso een winkelcentrum, mensen moeten kleding kunnen halen, mensen moeten eten kunnen halen, mensen moeten... Volgens mij is dit ook nieuw. Ik heb deze toevallig gekregen. Volgens mij zijn die best duur, die telefoons. Maar... Ja, die Nokia's, ja. Ja, ik heb ook gehoord dat ze echt gewoon geweerkogels kunnen tegenhouden. Ja, dat heb ik ook gehoord. Je kan ze tegen muren opgooien, ze blijven gewoon heel. Precies, ik heb gewoon de laatste tijd best wel veel last van criminele bendes. Dus als ze me ooit neer willen schieten, pak ik gewoon zo'n Nokia. En dan bam! Ja, die haal je gewoon voor je hoofd en dan ren je precies, door de stad. Dan weer kaart je er gewoon mee. Dat is super chill, ja. Maar ik zat te denken, is het niet verstandig? Want hoe wil je Sunnyvale maken voor de mensen die wat minder geld hebben? Of gewoon een middenweg luxe-achtig? Hoe heb je dat in beeld? Want we gaan het er natuurlijk binnenkort over hebben. Maar heb jij al een beetje een idee van of het echt een stad gaat zijn voor de wat armere mensen? Of gaat het meer een middenklasse, wat luxere stad worden? Want het is natuurlijk wel echt een hele mooie zonnige stad. Wat eigenlijk ook heel goed zou kunnen zijn voor toerisme. Ja, ik denk dat er plots zullen zijn die vrij goedkoop zullen zijn. Er zullen plots zijn die duur zijn. Net als op die berg, op dat eiland. Dus ik denk dat het voornamelijk een stad moet zijn voor een tweede kans. En of je dan rijk bent of niet zo rijk. Als je niet rijk bent, kan het een tweede kans zijn om toch proberen iets op te bouwen in een andere stad. Vanaf nul te beginnen. Ja. En voor een rijk iemand kan een tweede kans betekenen een extra manier om te investeren. En daar ben ik eigenlijk ook best, sta ik ook voor open. Mensen die geld willen brengen naar ons. Want dat hebben we ook nodig.
Dat is altijd goed inderdaad. Wat zou jij denken trouwens van een plan dat wij... Dat eigenlijk, want het is natuurlijk Sunnyvale is best wel een landschap. Best wel een ding. En daar kunnen we iets heel erg moois van maken. Wat nou als wij een regel instellen dat je toestemming... Dat wij bouwvergunningen kunnen geven. Dus dat mensen niet zomaar ineens bijvoorbeeld een standbeeld van hunzelf kunnen neerzetten. Maar dat er wel eerst bij de gemeente toestemming gevraagd moet worden. En dat is niet om bijvoorbeeld rode gebouwen tegen te houden. Want dat denken sommigen denk ik dan ook meteen. Maar nee, het is dan meer zo van dat op belangrijke kenmerken in de stad... Dat wij kunnen bepalen wat daar uiteindelijk komt. Dus dat er niet ineens bijvoorbeeld op een berg ineens een heel groot standbeeld en een rode middelvinger komt, bij wijze van spreken. Of een blauwe middelvinger. Nee, nou, ik denk dat het goed is om in ieder geval een controle te hebben. Maar ik denk ook dat dit is perfect zo'n idee om bij die raad voor te leggen. Precies. Dan met z'n allen te bespreken. Ja, ik denk, maar dat moeten we inderdaad bespreken. Ja. Ja, ik ben ook wel voor een controle hoor. Dat vind ik zeker niet erg. Maar, nee. Want hier is er eigenlijk helemaal geen controle natuurlijk. Nou, je moet hier wel vergunning halen, toch? Voordat je iets wil bouwen. Je moet wel vergunning maken, inderdaad. Als je meer dan 2 verdiepingen wilt, dan moet je inderdaad een vergunning. Maar, ja, je kan natuurlijk op 2 verdiepingen hoog, kan je nog van alles zetten. Dus, ja, we willen niet hebben, denk ik, dat er ineens op een random vijver bijvoorbeeld een heel groot logo van iets komt. Snap je? Oh, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. Dus nu moeten we even kijken, moeten we inderdaad even met die raad bespreken. Ik vind het in ieder geval tof hoe jij erin staat. Ik denk dat je best wel een goede neutrale burgemeester gaat worden. En ik denk dat het ook het belangrijkste is voor Sunnyvale, dat het gewoon een lekkere, vredige plek is, waar we zo min mogelijk strijd ook hebben tussen bepaalde groepen. Ja, ik zit ook wel te denken aan een soort vakantiesfeer. Om te rusten. Inderdaad. Nou, ik ben er blij mee dat je er zo over denkt, Kevin. Ik ook. En, ik denk dat we wel mooie tijden tegemoet gaan. Precies, ik ga jou even wat porkchop geven, alsjeblieft. Nou, dankjewel. Als felicitatie. Zijn altijd lekker, sappig en goed te kopen bij Mindfood. Dus als je dus een keer langs wil komen met je burgemeester geld, ik heb ook welkom. Iets voor jou. Wow, hij is zelfs enchanted. Ja. Damn, een glazure laagje hoor. Dankjewel. Die heb ik van Sinterklaas gekregen. Echt waar? Ja. Wow, je geeft het aan mij. Dat vind ik een heel tof gebaar, Kevin. Graag gedaan. Oké, tof. Ik spreek jou. We gaan het in de raad nog allemaal bespreken hoe Sunnyvale wordt. Ik heb er zin in om daar met een cocktail aan het strand te gaan zitten. En natuurlijk ook te werken. Hè? Klinkt heel goed. Tof. Hey, ik spreek jou. Ciao. Kijk. Nou, dat was een fijn gesprek met Kevin. En ik vind het ook fijn dat hij daar vrij neutraal in staat. Zodat we niet daar ook meteen een strijd gaan krijgen. Het is al strijd genoeg hier natuurlijk in Mindtopia. Wel natuurlijk een leuke concurrentiestrijd verder. Maar sommige mensen zijn toch meer van het dreigen natuurlijk. En dat moeten we niet hebben. Ik wil wel veilig zijn. En ik ben blij dat Sunnyvale daar gewoon een nieuwe kans is om daar lekker wat tijd te vertoeven. Ik heb er zin in om wethouder daar te zijn. En we gaan zien wat er van wordt. En ik ga binnenkort maar eens even Bart zoeken. Want ja, natuurlijk krijg ik die brieven de laatste tijd binnen. Dus ja, ik vrees een beetje voor de veiligheid van Bart. Zouden jullie weten waar Bart is? Laat het weten in de comments. Dan ga ik de volgende keer gewoon lekker zoeken. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze nieuwe Mindtopia video. Waar ik het deze keer met Kevin, de nieuwe burgemeester van Sunnyvale, over de nieuwe stad heb gehad. Natuurlijk ben ik daar wethouder. Dus het is belangrijk om daar even een gesprekje over te voeren. Of we eigenlijk een beetje op dezelfde lijn zitten. Ik wil jullie bedanken. Doe natuurlijk even een duimpje omhoog. Kijk ook even op Kevin zijn kanaal. Staat in de beschrijving. En dan check ik jullie volgende keer weer. Hier in het altijd gezellige Mindtopia. Bye bye.